En Nicky, het was een moeilijke wedstrijd. Je komt twee keer met een gelukje van de andere tegenstander achter. En dan die 2-1. En dan zat alles er nog in, maar het is er niet uitgekomen. Ja, 2-0. Twee individuele fouten, dus heel simpel. Dat heb ik ook in de helft gezegd. Twee individuele fouten. De tweede helft hebben we ons eigen herpakt. En als we met de mentaliteit zouden spelen in de eerste helft, zoals de tweede helft, dan had hij het geen 2-0 voorgestaan. En dan hadden wij hier de 3 punten gepakt. Dat is heel simpel, heel kort en bondig. Ik denk dat wij de tweede helft vooral op hun veld hebben gevoetbald. Maar nog net niet goed genoeg. Dit was eigenlijk niet verwacht, hè, want je had eigenlijk op voorhand niet moeten overlopen hier, maar toch wel de 3 punten moeten meenemen, denk ik dan. Niet onverwacht, elke match moet gespeeld worden. Hè. Iedereen kan van iedereen winnen en iedereen kan van iedereen verliezen. We spelen 4 keer tegen elkaar, er is nog geen man overboord. We hadden gehoopt op 3 punten, 1 punt was ook goed geweest. Ja. We hadden niet gehoopt op 0 punten, so what, beat it. Volgende week een nieuwe match. Dus. Ja, naar Eva Stine, die vandaag met 1-4 verliest, thuis tegen Gent. Ja, ik weet er nog niks van. Dus ja, kijk. Twee ploegen die zullen gebrand zijn om hun tweede match er volop voor te gaan. Het is ook een derby, dus we weten perfect hoe dat Tine speelt en wat dat de mentaliteit van Tine is. Het is nu aan de speelsters en aan de staf om maandag terug alle kopjes in dezelfde richting te hebben en te werken aan de individuele fouten die er gemaakt zijn om tegen vrijdag terug top te zijn. Was het kantelpunt van de wedstrijd, die corner, die prachtige redding dan van de doelvrouw van Heist. Dan ja, Hens bal al dan niet en dan gelijk aan de overkant die 1-0 achter. Dat was een beetje het kantelpunt, denk ik. Ja, inderdaad. Eerste wedstrijd, ik noem dat ook altijd wel gezonde stress. Ik denk dat we eerst helft gewoon geen duels wonnen. En als je geen duels wint, kun je ook niet in de wedstrijd komen. En dat was het eerste helft het probleem. Tweede helft hebben we aanpassingen gedaan, tactisch. En denk ik dat we veel beter uit de kleedkamer zijn gekomen. En hebben we direct druk gezet, zoals dat er voor de wedstrijd ook gevraagd is. En ik denk dat de twee helften niet te vergelijken zijn. Ja, het was ook heel warm. Hè. Het is verschroeiend om in zo'n temperatuur te voetballen. Ja, dat is voor beide ploegen. Hè. Dus we hebben al onze voorzorgen genomen de afgelopen dagen om te zorgen dat speelsters voldoende gedronken hebben. Dat er tijdens de wedstrijd voldoende extra koolhydraten werden gegeven, hoe zal ik het zeggen, gelletjes, om toch door deze warmte te geraken. Maar dat is geen excuus. Dus. OHL is toch wel een van de professioneelste ploegen mee in die Superleague. Hè? Want jullie pakken het heel groot aan. Goh, heel groot aan. We proberen alle speelsters in een zo'n professioneel kader te begeleiden. En ja, we weten dat we een jonge ploeg hebben. We hebben zeker en vast specifieke versterking gedaan. Eerste wedstrijd, oké, er is nog niks overboord, maar ja. We trainen inderdaad 4 keer. We werken met Polaars. We proberen alles te doen om de speelsters in een professioneel kader te begeleiden.